Beste mensen, namens Dirk van Delft, directeur van het FVC Boerhaven, hartelijk welkom hier in het vernieuwde Boerhaven, Rijksmuseum waar je de wereld van wetenschap ontdekt. Lekker druk. Zo druk dat we het hier niet trekken in de Einsteinzaal, dat past hier gewoon niet. Dus welkom ook aan het legioen daar ginds in de Boerhavenzaal, dat via een livestream deze uitzending, dit live programma kan volgen. En tot troost, jullie zitten straks wel mooi het dichtst bij de Bloody Marys voor als het zo in afgelopen is. En welkom aan Arnoud Odding, directeur van Museum Twentse Bellen, waarmee we een mooie Frankenstein samenwerking hebben. En straks vraag ik er ook wat over, ik kan niet toelichten zelf, maar in het bijzonder begroet ik schrijfster en journalist Anna Bervoets, auteur van romans, Fuzzy heet de laatste, ze is er allemaal zo zijn gemaakt, en ook heel veel filmrecensies en columns en toneelstukken. Ze doet het heel goed en vorig jaar kreeg ze de Frans Kellendonprijs voor haar gehele oeuvre. Gefeliciteerd, geweldige eer. Overigens loopt het in die boeken van Bervoets doorgaans niet zo goed af. Wat heeft u er past? Natuurlijk bij het thema van de tentoonstelling die we zo meteen gaan openen. En onder de titel Waarom we nog steeds, nog altijd van Frankenstein houden, als zij zo meteen de openingstoespraak. Even voor de goede orde, want dat geeft toch al heel veel misverstand. Frankenstein is de schepper van het monster en niet het monster zelf. Ik herhaal, Frankenstein is de schepper van het monster en niet het monster zelf. Beste mensen, afgelopen augustus moest ik mee naar Lowlands. Alles voor het museum. In een bomvolle wetenschapstent hoorde ik over de kwantumwereld en zag ik iemand typen met zijn brein. Maar ik was er vooral vanwege de New Collectibles, die u net in het filmpje ook te harte van de festivalgangers hebt zien stelen en die u straks ook in de tentoonstelling tegenkomt. Het ging om vrolijke naveronder van het Mix Match Museum project, waarin Rijksmuseum Boerhaven samen met Kroon-Müller en nog vier musea optrok en dat draaide om publieksparticipatie. Dat was ook dus op Lowlands het idee, dat zag je natuurlijk net zelf ook. En Lucas Steenhuis had het kunstwerk Venus of the Rijks, het volk, van Michelangelo Pistoletto, met paraplu op en in een winkellaagje gestopt. Ja, uitgerust met een robot en gezichtsherkenning en met spraaktechnologie. En geweldig om ook mee te maken wat dat allemaal bij bezoekers losmaakt. U zag het zelf, affectie, enthousiasme, gekke gesprekken en karma met Venus. Ontmoetingen met een vreemd wezen dat niet de minste vrees wekt. Hoe anders dan bij de creatie van Victor Frankenstein. Over aparte geleerden gesproken, in haar studie From Faust to Strangelove, Representations of the Scientist in Western Literature, schetst de Australische historica Roslyn Haynes zeven stereotypen van wetenschappers zoals verbeeld in literatuur en film. Het is om te huilen. Ze verkopen hun ziel. Ze scheppen behagen in bommen. Ze gaan over lijken. Ze zijn ronduit gestoord en in het beste geval laten ze met goede bedoelingen de zaak in het honderd lopen. Frankenstein past perfect in dit kabinet van krankzinnigen. De jonge idealist schept uit levenloze materie een metgezel, schrikt zich een boetje van het resultaat en effent zo de weg naar het monster. 200 jaar oud staat Frankenstein voor gierend uit de hand gelopen wetenschap. Zwartkijkers, ja, ook jullie daar in die Boerhavenzaal. Nog nooit hebben jullie het zo goed gehad, dankzij de wetenschap. Nog nooit waren we zo gezond, hadden we de wereld zo binnen handbereik, wisten we zoveel van het universum. Natuurlijk moeten we oog hebben voor ontsporingen. Kunnen we niet van buiten vangnetten.
Maar laten we vooral blij zijn met de creatieve, onaangepaste Frankensteins, die zich in hun onderzoek voorbij de horizon wagen en van wie we moeten accepteren dat ze daarbij af en toe op hun bek gaan. Een kunstenaar, beste mensen, waagt zich haast per definitie voorbij de horizon. In het geval van Frankenstein, deze tentoonstelling hier dus, levert dat verfrissende posities op. Dus er zit veel kunst in de tentoonstelling. Zoals het modulaire lichaam van Oscar, de YouTube-hit van mediakunstenaar Floris Kijk, of Transfigurations van Eddie Haynes, 5 baby's van de toekomst met opgerekte wangen voor het efficiënt opnemen van cafeïne, of een sluitspier achter je oor voor gestage medicijnopname. Je moet er maar op komen. Kunst die schuurt, kunst die aan het denken zet over wat we van die nieuwe mens bereid zijn te accepteren. Trouwens, wie zegt dat we niet in de positie komen te verkeren dat we blij mogen zijn als die nieuwe mens ons achterblijvers nog accepteert? Beste mensen, 2 jaar geleden zagen Twente en wij hier in Leiden het naderende 200-jarige jubileum van Mary Shelley's Frankenstein or the Mother Prometheus, een mooie aanleiding tot samenwerking. Kunst en wetenschap op een spannende manier bij elkaar brengen en leuke dingen doen, dat was het idee. Tastbare resultaten van die samenwerking zijn, los van de tentoonstelling activiteiten die we in eigen huis doen, de tafels van Frankenstein, waarbij deskundigen en het publiek zich buigen over onderwerpen als robotliefde of Fear Society. Die doen we hier, die doen we daar en ook nog ergens tussenin. Verder hebben we De Vrolijke Frankenstein, een magazine vol bespiegelingen, columns, quizzen, interviews en weetjes. Prachtig vormgegeven door Suzanne Hertogs en voor een hapkras, €5, in onze museumwinkel en natuurlijk ook elders te koop en nu al een collectorsactie. Voor ik Arnoud Odding het woord geef met de vraag wat daar ginds allemaal gebeurt, wil ik graag wat mensen en instanties bedanken die deze tentoonstelling mede mogelijk hebben gemaakt. In de eerste plaats dank ik aan alle ruimtegevers, wetenschappers, kunstenaars en de Waag Society in bijzonder. Dank ook aan Danielle van Laat voor een prachtig ontwerp en bij het Parks en Museum Twentse Bellen noem ik even in het bijzonder Nicky Olden-Monnikoff. Dank ook aan de fondsen die ons financieel steunden, anders lukt het gewoon niet, Mondriaan Fonds, Fonds 1818 en het Brisbane Cultuurfonds. Dank natuurlijk ook aan het team van Rijksmuseum Boerhaven, inclusief de vrijwilligers. En bovenal dank aan Bart Groep, conservator van deze prachtige tentoonstelling Frankenstein op weg naar een nieuwe mens. Geef ze een warm applaus, zou ik zeggen. Goed, en dan wil ik graag even Arnoud Odding uit Twente naar voren halen en hem vragen, partner in Krijgsfondsverrekening, wat er allemaal in Twente zo'n beetje gebeurt. Arnoud, hier een microfoon, hij schijnt het te doen. Wat er gebeurt in Twente, waarom we daar naartoe moeten en ja, wat samenwerken in dit geval dan in het bijzonder zo leuk maakt. Dankjewel Dirk. Je verrast me wel een klein beetje, want ik had jou ook naar voren gehaald in Twente, maar ik had het jou wel van tevoren gevraagd. Maar ik ben directeur van Museum Twentse Wellen, ook van Rijksmuseum Twente. En aanvankelijk zouden we het vanuit Rijksmuseum Twente en Museum Boerhaven doen. Maar toen kwam Museum Twentse Wellen kwam binnen handbereik, zal ik maar zeggen. En die twee zijn gefuseerd. En toen dachten we, het is eigenlijk veel leuker om het vanuit Museum Twentse Wellen te gaan doen. Waarom? Omdat het een knettergek museum is. Het is een museum dat bestaat uit een natuurhistorische collectie. Het heeft een technische collectie, veel vanuit de textielindustrie. Het heeft een regionale oudhedencollectie. En die collecties hebben helemaal niets met elkaar te maken. En dat is nou net het leuke, omdat wij heel veel mogelijkheden daarmee kunnen gaan benutten om die collecties op een hele nieuwe manier aan elkaar te gaan relateren. En een van die mogelijkheden is nu de Frankenstein tentoonstelling. En wat wij hebben gedaan is, hier zijn we op weg naar de nieuwe mens. En in Twente hebben we toch wat meer de overeenkomsten en de verschillen gezocht
tussen het natuurlijke en het artificiële. Prachtige collectie skeletjes, prachtige collectie opgezette beesten. En dat relateren aan een hele mooie serie met robotica. En dan zie je dat daar heel veel overeenkomsten in zitten, maar dat er ook heel veel punten toch ook heel veel verschillen te zien zijn. Dat is een tentoonstelling waar het gaat over de mechaniek van het leven. Het tweede deel van de tentoonstelling dat we in Twente hebben, die heet naar een redelijk bekende filosoof, Frankenstein, Ik denk dus ik ben. En die gaat veel meer over de relatie, of de verschillen misschien, tussen de natuurlijke intelligentie en de artificiële intelligentie. En we stellen ons daar hele wonderlijke vragen, zoals uiteindelijk van ja, wat is bewustzijn? Nu weet ik wel dat daar eindeloos veel mensen, ook al eindeloos lang, over aan het nadenken zijn, wat dat dan eigenlijk precies zou zijn, bewustzijn. Maar wij hebben op typisch Twents onbescheiden manier bedacht van wij gaan gewoon eens een aantal stellingen voor aan, we gaan gewoon eens een aantal dingen laten zien om te kijken hoe je dat zou kunnen gaan doen. Het is een redelijk anarchistische tentoonstelling. Ik liep er hier net doorheen. Hier is het echt een hele mooie vormgegeven tentoonstelling. Met hele duidelijke afgekaderde plekken met een heel duidelijk verhaal bij ons in. Bij ons is het veel meer een soort van tocht door allerlei mogelijkheden. Een tocht langs allerlei verschillende soorten van ideeën, uitingen, nieuwe mogelijkheden op het gebied van technologie, op het gebied van software, op het gebied van robotica. Als je deze tentoonstelling hebt gezien en je wilt daarnaast opnieuw nog eens een keertje geïnspireerd worden met een, wat ik toch maar weer opnieuw noem, een knettergekke tentoonstelling waar heel veel verschillende aspecten in zitten, dan zou ik zeggen, kom vooral naar Twente. Dankjewel Arnoud. Naar Twente dus. En wil nu graag Hanna Bergmans uitnodigen om haar verhaal te houden als openingslezing bij de gast. En waarom applaus gepast? Ja, dankjewel. En hallo mensen in het café. Wat een prachtige tentoonstelling. Ik heb hem net al even snel mogen zien. En ik ben zeer vereerd dat ik deze mag openen. Hebben we beeld? Ja. Sorry, kom eens hier. Ja. Het is dit jaar, twee eeuwen geleden, dat de allereerste editie van Mary Shelley's Frankenstein verscheen. 200 jaar, dat is een lange tijd. En toch is Shelley's creatie, het monster van Frankenstein, nog altijd springlevend. Kijk maar eens naar deze spotprint. Of deze. Die daar, in de hoek. Ja, Frankenstein is een dankbaar onderwerp in het Trump-tijdperk. Zijn monster is een metafoor voor alles wat er mis is in het Witte Huis. Na de verkiezing van Trump noemden verschillende columnisten hem een moderne Frankenstein. Een monster dat we zelf gecreëerd hebben met onze hang naar reality TV en filterbubbels. Veel spotplanttekenaars gebruiken de term Frankenstein echter niet helemaal juist. Zoals Dirk net al opmerkte, ze verwijzen duidelijk naar een losgeslagen monster, maar Frankenstein is de naam van Victor Frankenstein, de jonge wetenschapper die het monster in Mary Shelley's roman tot leven wekt. De fout, het verwisselen van het wezen met zijn schepper, is inmiddels net zo folklore als de overlevering van het verhaal zelf. Man creëert monster uit hoogmoed en moet dat met de dood bekopen. De spotprenten bewijzen dat het verhaal van Frankenstein na 200 jaar nog altijd een helder beeld oproept bij een groot publiek. Maar welk beeld is dat? Al sinds 1818 dwaalt het monster van Frankenstein over de pagina's van honderden duizenden uitgaven en adaptaties van Mary Shelley's roman. Het wezen bewoog zich, in Mary Shelley's woorden, sneller dan de vlucht van een adelaar. Maar denken wij aan haar creatie, dan zien we waarschijnlijk een wat log, rond, schokkend schepsel voor ons, een snoef door zijn nek, een reeks hechtingen schuin over zijn voorhoofd, zoals op deze spotprint. Het was make-up artist Jack Pierce die het monster met die schroef opzadelde.
Met de film Frankenstein herschiep hij in 1931 Shelley's schepping. Victor's creature werd een lompe figuur, meer zombie dan de adelaar die Shelley voor ogen stond. Na die invloedrijke verfilming reïncarneerde Victor Frankenstein en zijn creatie nog in talloze alternatieve gedaanten. Niet alleen als gemuteerde versies van zichzelf, maar ook als compleet nieuwe personages. Victor werd herboren als de gekke professor, de mad scientist, in Doctor Strangelove, Doctor Who, de nutty professor, maar ook als Lex Luthor uit Superman en Doctor Evil uit Austin Powers. De erfgenamen van Victor's monster heten Edward Scissorhands, Pinocchio, Smurfin, Lurch of Hulk. Ja, Frankenstein is overal, sterker nog, de mythe lijkt populairder dan ooit. Hoe valt dat te verklaren? Waarom blijven de mythe steeds in nieuwe verhalen gieten? Wat is kortom de aantrekkingskracht van de man die een monster maakt? Terug naar de oorsprong. Mary Shelley verzon haar roman in de zomer van 1816 op 18-jarige leeftijd. Mary, haar echtgenoot Percy Shelley en een goede vriend Lord Byron brachten vakantie samen door in Genève. Op een regenachtige dag, uiteraard, gaf Byron zijn gasten de opdracht een spannend verhaal te vervaardigen waarop Percy zijn echtgenote iedere ochtend vroeg of ze al wat bedacht had. Ze moest zijn vraag telkens met nee beantwoorden, tot ze op een nacht een nachtmerrie had. Mary droomde over een wetenschapper die een angstaanjagend wezen tot leven wekte. Een citaat. Ik zag, met gesloten ogen maar scherp geestesoog, de afstotelijke gestalte van een man liggen en toen, door de werking van een of andere krachtige machine, tekenen van leven vertonen en ze roeren met een ongemakkelijke, halflevende beweging. Terug in Engeland werkte ze verhaal verder uit. De roman werd een raamvertelling waarin een oververmoeide, uitgehongerde Victor Frankenstein zijn levensverhaal doet. Het boek verscheen in 1818 en was bijna meteen een succes. Wat hierbij belangrijk is, Mary Shelley, haar echtgenoot Percy en een vriend Lord Byron waren kinderen van de romantiek. Een cultuurhistorische periode waarin persoonlijke ontwikkelingen en de zoektocht naar waarachtigheid centraal stonden. Kunst beschouwde men als een uiting van vrije expressie. Emoties mochten de vrije loop gelaten. Men dweepte met het ware, de natuur en het natuurlijke kwamen op een voetstuk te staan. Victor Frankenstein belichaamt op het eerste gezicht een romantische moraal. Een briljante, emotionele, doch gedoemde eenling die zijn ingrijpen in die heilige natuur met zijn leven moet bekopen. Ook Shelley's uitgebreide landschapsbeschrijvingen verraden haar romantische inspiratiebronnen. Daarbij is Frankenstein een gothic novel, een romantisch genre dat destijds populair was. Zowel het boek als het succes ervan waren, kortom, een product van de tijdsgeest. Tegenwoordig wordt Frankenstein ook vaak aangemerkt als de allereerste science fiction roman. Net zoals dat vaak gaat met science fiction, is Frankenstein vaak geïnterpreteerd als waarschuwing, een veroordeling van ongecontroleerde wetenschappelijke vooruitgang. Volgens filosoof Hans Tennepel was Mary Shelley popularisator van het idee dat wetenschap niet in de hand te hebben is en perverse gevolgen kan hebben. Schrijver Stephen King merkte daarbij op dat Shelley niet goed duidelijk heeft kunnen maken wat Victor's grootste falen nou was. Was het zijn arrogantie, zijn hoogmoedige besluit de wetten van de natuur te tarten? Of was het zijn nalatigheid wat betreft Frankensteins opvoeding, zijn keuze om zijn creatie aan zijn lot over te laten? Vraag is of Shelley überhaupt heeft willen kiezen waar Victor's falen lag. Haar roman zou, denk ik, best eens minder moralistisch bedoeld kunnen zijn dan vaak voorgesteld. Een what-if-story, wat-als-verhaal, in plaats van een aanklacht, een onderzoek in plaats van een pamflet. In het voorwoord dat zij in 1817 aan haar man dicteerde, stelt ze in ieder geval nadrukkelijk: uit het volgende bladzijde mag geen voorkeur mijnerzijds geconcludeerd worden voor een bepaalde filosofische richting. Shelley's eigen gedachten over Victor en zijn monster staan echter geheel los van de betekenissen die lezers hem de afgelopen 200 jaar toekennen. De manier waarop wij Victor Frankenstein mieten uitleggen en de mate waarin wij de mieten waarderen hangt waarschijnlijk samen met onze culturele omgeving, de tijd waarin wij leven.
Hoe ziet die tijd eruit? Na een periode van ongebreideld geloof in de wetenschap vertoont de westerse cultuur op dit moment meer romantische trekken dan ooit tevoren, betogen verschillende filosofen. Bij het maken van belangrijke keuzen moeten we, zoals we dat noemen, naar ons hart luisteren. Authenticiteit is ons hoogst haalbare ideaal. De obsessie met het ware vertaalt zich in een voorkeur voor ambachtelijk brood, houten meubels en openluchtpruilofte. Bij het beoordelen van onze omgeving gaan we bovendien uit van een tegenstelling echt versus onecht, waarbij onecht haast vanzelfsprekend de verkeerde keuze betreft. Is iets in onze ogen artificieel, denk aan zoetstoffen of E-nummers, dan is het meteen minder waardig of toch tenminste verdacht. Dat is van invloed op de manier waarop we over de verhouding tussen mens en natuur denken. Net als de romantici uit de 19e eeuw zien we de natuur als heilige entiteit. Het dominante verhaal over de relatie tussen milieu en de mensheid is momenteel dat de mens de natuur verwoest. Een idee dat waarschijnlijk wordt gevoed door de manier waarop we de huidige klimaatcrisis framen als een strijd tussen de mens en zijn omgeving. We zouden onszelf, de mensheid en alles wat we vervaardigd hebben, natuurlijk ook als onderdeel van die natuur kunnen zien. Maar dat doen we niet. In het schimmenspel over milieuproblematiek is de mensheid de beul en de natuur zijn slachtoffer en wij, machteloze individuen op de tribune, nemen het nu eenmaal graag op voor de underdog. We moeten de natuur met rust laten, vinden we, en dergelijk sentiment biedt een verklaring voor onze huidige Frankenstein-fascinatie. Maar er is nog iets wat de populariteit van Frankenstein wel eens zou kunnen voeden. Het verhaal is actueler dan ooit tevoren. Dat zit hem in de stand van de wetenschap. De huidige ontwikkelingen op het gebied van zelfdenkende algoritmes, xenotransplantatie, genetische manipulatie en het kweken van synthetisch leven. Wetenschappers scheppen varkenshartkleppen voor menselijk gebruik, klonen kleine zoogdieren, gebruiken menselijke hersencellen om muizen slimmer te maken en werken hard aan synthetische cellen die zichzelf kunnen delen. Een monster maken was, kortom, nog nooit zo makkelijk. Zou iemand een Frankenstein-achtig wezen willen vervaardigen, dan zou zij of hij een menselijke eicel kunnen verrijken met het genetisch materiaal van een aap, een varken of een zebra. De techniek is er en daarmee ook het debat wat nou wel en niet mag. Op dit moment discussiëren talloze wetenschapscommissies over de ethische grenzen van biotechnologie. Mogen wij een menselijk wezen vervaardigen dat voor een aanzienlijk deel uit dierlijk DNA bestaat? En zo ja, welke morele status zou zo'n schepsel krijgen? Dat van een mens of van een dier? En is het dan niet ronduit vreed een individu te kweken dat geen familie heeft of soortgenoten om zich mee voor te planten? Het zijn vragen die Victor Frankenstein naliet te beantwoorden. En zijn verhaal, Mary Shelley's roman, speelt nu een rol in het huidige ethische debat. Het zogenoemde Frankenstein-argument is een term die terugkomt in de huidige discussie omtrent transhumanisme, een stroming die de verbetering van de mens door middel van biotechnologie voorstelt. Tegenstanders wijzen erop dat hybride organismen wel eens de status van untermens zouden kunnen krijgen. Zulke wezens lopen het risico te worden geobjectiveerd en buitengesloten, zoals het monster van Frankenstein overkwam. En dat brengt ons op een laatste fundamenteel thema dat Frankenstein zo aansprekend maakt. Eenzaamheid. Of eigenlijk het verlangen ergens bij te horen. Het monster van Frankenstein heeft geen familie, geen soortgenoten, geen moeder. Toch wil hij zich ontwikkelen. Hij gaat op zoek naar vrienden, metgezellen. Hij smacht naar erkenning van zijn schepper en hunkert naar een genegenheid van een vrouwelijke soortgenoot. In die zin is het monster van Frankenstein een eeuwige puber. En ook wie zelf geen puber meer is, begrijpt zijn pijn. De eigenschappen die zijn monsterlijkheid zouden moeten benadrukken, zijn immers juist zijn meest menselijke. Woede, jaloezie, wraakzucht. Oh, we snappen zijn frustratie, want we herkennen zijn streven. Wie eenzaam is, wil die eenzaamheid verdrijven. Eenzaamheid is dan ook geen passieve staat, maar een actief verlangen. Niet zozeer naar gezelschap, als wel naar erkenning van het zelf. We hebben anderen nodig om te bepalen wie of wat we zijn.
Ouders maken ons dochters en zonen. Metgezellen maken ons vrienden. Werkgevers maken ons werknemers. Alleen in het bijzijn van soortgenoten weten we zeker dat we ergens bij hebben. Het monster van Frankenstein miste zulke zekerheden. Dat maakte hem ultiem alleen. De belichaming van eenzaamheid, een rondschokkende emotie, een metafoor haast. Zij heeft niet alleen een waarschuwing, maar ook een troost voor ieder die hem tegenkomt. Maakt de eenzaamheid van anderen niet dat we onszelf net wat minder alleen voelen? Ook het personage Victor nodigt in dit opzicht uit tot identificatie. Ja, Frankenstein handelde uit hoogmoed en nee, dat bleek geen goed idee. Maar ook de wetenschapper verlangde naar een ander. Iets of iemand om zijn bestaan aan af te meten. En is dat niet wat we allemaal doen wanneer we relaties aangaan? Een kind op de wereld zetten? Of willen weten wie onze ouders nou echt waren? Ja, we zijn constant bezig met het creëren van anderen. Dat doen we door onszelf verhalen over hen te vertellen, maar ook middels gesprekken of zelfs middels conceptie. Victor zal net zozeer onder zijn eenzaamheid hebben geleden als het wezen dat hem alles zou afnemen. En wij, hun trouwe toeschouwers, leven na 200 jaar nog steeds met hem mee. Wij snappen ze, wij begrijpen ze. Ja, wij zijn allemaal. Anna, heel hartelijk dank. Ik kom even aan de andere kant staan voor dit hele mooie verhaal. We gaan zo meteen natuurlijk de tentoonstelling bekijken. Daarna, later. Ook allemaal genieten van het fantastische nevenprogramma. Allerlei mooie dingen. Essen, dit liet het al. En dan nog allerlei andere mooie dingen. Hou daar de website voor in de gaten. En we gaan dus allemaal ook dit mooie boekje lezen. En straks de tentoonstelling kijken. Er zit een cohort aan gene zijde en een cohort aan deze zijde. Gelukkig is de tentoonstelling dwingend in de zin dat we allemaal in ruimte A moeten beginnen en dan naar C. Nee, je kunt ook in C beginnen en dan naar A. Dus als u die kant op loopt, helemaal goed, kunt u gelijk de tentoonstelling meenemen. Maar u kunt ook zeggen, we gaan eerst naar die Bloody Mary toe, dat kan natuurlijk ook. Goed, ik heb hier een exemplaar van de Vrolijke Frankenstein. Een toppublicatie, mag ik wel zeggen. Vol met heerlijke, fantastisch vormgegeven wetens, interviews, noem maar op. Die ga ik nu overhandigen aan Hanna, ook als dank voor een fantastisch mooi verhaal. En tegelijkertijd als aanmoediging, nu dat zo ook mooi heeft gezien, dat u daar zelf ook mee aan de gang gaat. Anna. Dank u wel. Bij deze aan mij de eer de tentoonstelling officieel geopend te verklaren. Wij gaan even die tentoonstelling bekijken. Ik nodig Bart Grob uit en Arnold klopt zich ook mee om even ons voor te gaan en een paar dingen in het groezemoes door uit te leggen. Bart. Ja.